mensen. Ik wou eventjes mijn huis laten zien. Want het is een belangrijk ding voor mij. Een huis. Om in te wonen, dat is voor iedereen denk ik wel belangrijk. Kijk, dit is de slaapkamer van mijn moeder. Haar bed. Dat is de lader voor mij. Die heb ik even... Ja, voor mijn oude telefoon om te laden natuurlijk. Het zijn alle plekjes. Alle klok. En zo, dat heeft wel iedereen denk ik. Niet zo bijzonder. Dus... mijn vader woont hier niet. Was zij gescheiden. Ze maakte steeds ruzie, dus dat is wel beter voor ze. En trouwens, deze broek die ik nu aan heb. Ik weet niet of jullie kunnen zien. Ik denk het niet, toch? Nou, hij zit in ieder geval niet lekker. Maar ja, je moet wel gekleed zijn als je een video maakt. Het zal een beetje raar zijn als je naakt bent en je maakt een video. Dat is een klein beetje raar. Trouwens, mijn broertje maakt nu ook een video dat jullie dat even weten. Hij zit nu op de play. 4 minuten te maken. Ja. Kijk. Nou, dit is dus de slaapkamer van ons. Beetje klein, maar het is een heerlijk. Sorry dat ik zo beweeg, jongens. Ik weet niet waarom, maar ik tril zo. Ik ben zenuwachtig met het kanaal. Ik ben daar begonnen, want dat weten jullie denk ik al. Dat weet ik bijna wel zeker, maar... kijk, we hebben ook heel veel Playmobil. Kunnen jullie dat zien? Het is wel heel donker, zie ik op de camera. Nou, het staat in ieder geval een heel groot schip met Playmobil. En... Oh, wacht, kunnen jullie het zo zien? Nee. Maar daar staat in ieder geval een heel groot Playmobil schip. Die is van mij. We houden van Playmobil hier. En kijk. Hier slaap ik. Hier slaap ik. Ik vind het een lekker bed. Lekker bed. Dit is mijn knuffel. Die heb ik toen ik 2 was gekregen. Hondje. Die heb ik toen ik 2 was gekregen. Dit is de... bedden van mijn broertjes. Daarboven slaapt mijn broertje Matthijs. En daaronder mijn broertje Thomas, die ook een kanaal heeft. Die zei ik net al. Even de lichten. Kijk. Ah, dat loopt hier raar. Kijk, hier zijn we bij de douchekamer eigenlijk, want wij hebben hier alleen een douche, niet een badkamer. Jullie zien me niet in de spiegel. Ja, zoals gewoon een kraan en een douche. Niet zo heel veel bijzonder. Hier staan het is eigenlijk best wel klein hier. Daar staat al de vaatwasser, de droger, allebei. Best wel klein hier. Op naar de volgende. Oh ja, dat is de medicijnkast trouwens. Kijk dit. Dat is de medicijnkast met allemaal dingetjes. Ja, we zijn goed voorbereid. Op naar de volgende. Nou, laat ik ook maar eventjes van de wc. Dan kunnen jullie niks zien. Sorry jongens, dat is bij me. Het stinkt hier naar poep. Kijk. Dit is onze wc. En volgens mij heeft mijn broertje net gepoept. Eventjes, één moment jongens. 2. Zo, kijk even wat deed met dat ding. Waar is dat? Moet ik met zo'n kleine telefoon? Moet ik het neem je op met de telefoon? Kijk, dit ding. Oh, iets te veel heb ik gedaan. Ster. Ik ben weg. Kijk, dat was dus onze wc. Nou, kijk, dit is dus mijn broertje. Ja, dit is Matthijs. En hij wil een speciaal wapen voor de Engelse vuurstempistolen met precisie slagvoetjes. Wilt hij voor Assassin's Creed Logio sparen? Misschien horen jullie het al, maar we hebben ook vogels. Kijk maar, vogels, ja, jullie weten vast wat vogels zijn. Ja, prachtig, hè?
En we gaan nu naar mijn moeder hoor. Naar mijn moeder. Ja. Ja, moedertje. Moedertje, ja. Sorry, moeder. En nu gaan we naar de keuken. Oh, mijn god. Ja, de katten. Ja, die hebben wij ook. Dat was ik vergeten te vertellen. Ik sta nog geen zin te maken. Oké, kijk. Dit is dus onze keuken. Prachtige keuken, niet? Nou, daar staat de... Kijk, even kijken. Daar staat de vriezer. Hier. En hier kan je natuurlijk naar buiten. Achtertuin, kijk. Prachtig bij de tuin. We hebben hier ook... We hebben ook een speciale gast laten komen voor onze tuin. Helemaal mooi te maken, want ze was echt zo lelijk. Wat hebben we allemaal in de vriezer? Ik bedoel de koelkast. Wat hebben we er allemaal in? Wij hebben... Wat hebben we hier? Wij hebben hier... Beetje, kijk, beetje cola. Cola, wat? Cola? Nee, Freeway. Ja, Freeway. Gewoon Freeway. Daar houdt mijn moeder van, ik niet zo van cola. Dat ga ik later wel allemaal lekker vinden. Maar ik hou niet zo van prik. En ik weet niet wat dit is. Wat is dit nou weer? Kijken wat ik vind. Kijk, dit. Ik heb geen idee wat de fuck dat is. Oh, wat? Is dat macaroni? Nee, rijstschoten met tomaten en vlees. Gep van Bella. Meteen weer in de koelkast. Ik heb liever dat. Die is vast leuk. Wat is dat? Oh, dat is witte bonen en tomatensaus. Aardappels. Nog meer aardappels, kijk maar. Kijk. Het is moeilijk om te filmen met deze camera. Sorry jongens, kijk. Wacht, ik maak het wel even open. Ook een pakje, sorry jongens. Ik laat jullie even. Zo. Het was dit warm, want we hebben dit net gegeten. En snif dat shit. Sorry. En kijk, Kevin is er alweer. Hi. Ja, kijk. Dat is mijn broertje. Die filmde je ook. En dit we filmen is... allebei. Ja, ik weet het. En hier zijn allemaal een paar aardappels. Kijk, aardappels. En daar nog meer aardappels. Die zijn warm. Ja, we hebben die net gegeten. Ja. Oké. Okay. En dat was echt... Je weet, soms moet je ook dit doen, hè. Het was verrukkelijk. Ja. Wat? Nou jongens, mijn broertje roept net. Wat is er gaande? Wat is er? Nou, wat is er? Ja, wat is er? Wat is er, hè? Kijk, het ziet er cool uit. Kijk. Kevin. Kijk. Ja. Ik weet het. Dus dat. Oh. Wat is er? Ik heb een vrijgespeelde pistool. Goed zo. Nou, dan maak ik zo wel een video van. Laat jij het lekker zien, hè? Ja. Maar ik was ook... Dat was dus de tour van het huis. We gaan weer terug waar we begonnen waren. Dat is wel een mooi eindstuk. Waar waren we ook weer begonnen? Raden is, oh my god, jullie hebben het goed geraden. De slaapkamer van mijn moeder. Met een prachtig kutje. Nou, ik wil jullie bedanken voor deze video te kijken. En tot de volgende keer. Doei!